en dan neem ik mijn voorbereiding erbij. Voor aflevering nummer 16 van San Marino. Matthias. Ja, Andy. Ja, sorry, ik had er zelf ook meer van verwacht. Belgium 12 points. Wilde ik al iets zeggen over San Marino? Ik zal mijn gedichtje nog eens erbij pakken. Zeg. Ja, ik wil niet per se het zeggen, maar een lang gedicht, zeg. Hoe lang gedicht kan het zijn van zo'n klein land? Oké. Moet ik het al zeggen? Of ja, ja, doe maar. Poëzie met Matthias over San Marino. San Marino, kleinste schat op het groot... Oh, maar ik heb hier echt gewoon een banaanschip zitten gespeekt, zeg. Ja, oké. Kleinste schat op het grote Eurovision-toneel, jouw reis begon in 2008 vol hoop en speel. Een microstaat, maar met een hart zo groot, in de wedstrijd gebracht jouw stem nooit broos. Vaak onderschat in de schaduw van de rest, maar jouw vastberadenheid heeft zich nooit laten temmen door een test. Valentina Moneta, jouw ster, scheen drie keer helder. Een kans, zei ze, om te schitteren, steeds sneller en sneller. Met Maybe en Chrysalide probeerde je tijd te keren. San Marino's dromen, niemand kon ze weren. En dan in 2021 een onverwachte wending. Sen Hit en Flow Rida, Adrenalina, een sensationele inzending. Nog wacht je op de overwinning, zoet en fijn, maar jouw inzet en moed kunnen niet kleiner zijn. San Marino, met jouw unieke flair, in Eurovision geschiedenis ben je dan maar zomaar daar. Een klein land met een grote droom. Op het Eurovision-podium neem je ruimtes of room. San Marino, jouw liedjes, één voor één. Een inspiratie in het Eurovision-domein, nooit alleen. Heeft hem gehallucineerd misschien met de Flow Rida? Jawel, ik heb alleszins niks aan Flow Rida. Zenit en Flow Rida, Adrenalina. In 2021. San Marino, 2021. San Marino. Oké, okay, is goed getypt. 2021. Ik ga het even terug neren, want het duurt precies wel langer dan ik dacht. Ja, Flow Rida, nee, dat is waar. Nou ja. Maar niet de Flow Rida dat wij denken. Ja, jawel, wel de Flow Rida dat wij denken. Dat je een rapper of zo? Ja, ja, 22e plek. Maar ja, dat is San Marino. Hè. San Marino mag iedereen inschrijven. Hè. Ja. Ja. Dat dus... Het is wel geen volk hebben. Voilà, San Marino. Ik pak even terug mijn voorbereiding erbij. Maar Flow Rida? Ja, Flow Rida. Waar is hem hier? Voilà, San Marino. Dus, San Marino. Vorig jaar. Misschien even bij het begin beginnen. Vorig jaar. Nog een idee? Ik weet nog dat iedereen zich kon inschrijven. Ja. Heel veel Italianen deden dat. Ja. Het is uiteindelijk een Spaanse groep geworden. Nee, ja. Ik weet het niet meer wat het was. Ik weet niet meer wat het geworden is. Dat weet ik ook niet. Maar het was Picket Jacks met Like an Animal. Met de geweldige zin, I can smell you like an animal. Dat was goed. Ja, dat was heel goed, hè. Laatste met 0 punten in de halve finale. Oh, dat is minder. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Wat ik wel goed vond, hè. Ja, oké, okay, kijk, ja. Dit jaar, alleszins, is het Megara. Met het nummer... Megara. 11 dubbelpunt 11 is het nummer. Ja, dat is de naam van het nummer. 11 dubbelpunt 11. Ja, het kan 11 na 11 zijn. Oké. Okay. Het kan ook iets anders zijn. Het is 11 dubbelpunt 11. Oké. Okay. En de bookmakers zitten het weer op de laatste plaats. Oh, mooi. Onterecht. Ah ja, je vindt het goed. Beter dan de laatste plaats, alleszins. Oké. Okay. Maar de bookmakers zitten echt op de laatste plaats, of hè? Ja, laatste plaats. Holla, joh. In San Marino hebben we de wedstrijd Una Voce per San Marino. 129 artiesten van heinde en ver. Zeg, die pakken het wel echt verkeerd aan, ze, ja. Ja, in allemaal verschillende rondes. Dus je hebt een ronde buitenlandse inzendingen. Je hebt een ronde binnenlandse inzendingen. Maar je hebt ook een ronde AI-inzendingen. Wat cool is. Ja. Want dat wil zeggen dat er uit de ronde AI-inzendingen één of twee winnen, die dat dan uiteindelijk in de superfinale komen. Ik moet wel zeggen, ik had dat speciaal voor u opgezocht, maar ik heb ze niet gevonden welke dat nu de AI-nummers waren. Dus waarschijnlijk met iets meer tijd en wat meer doorzettingsvermogen en interesse hadden we dat wel kunnen vinden. Vooral dat. Alleszins, het is het niet geworden. Maar zijn dan gewoon, er was geen artiest erachter? Nee, het waren... dus dat is één aparte semifinale, volledig met AI-nummers. En die moesten allemaal werken met een tool Kasperaki. Oké. Okay. Dat werd ook gesponsord door... Ken ik niet. Voilà. Megara zelf
heeft zich geworsteld door haar halve finale. Want ze is moeten terugkomen in de herkansingen. Maar uiteindelijk, in de superfinale, heeft ze het dan om een of andere bizarre reden ineens toch wel gehaald. Is dat jury of publiek? 100% jury. Dus dat is omkoperij, lijkt mij. Ja, dat is dan heel raar. Ja, of seks. Of die liet een tiet zien of zo op tende? Ik in de herkansing? Het was heel raar. Mijn stem heeft ze dan. Oh ja, maar kun je niet voorstellen dat je in de halve finale naar de herkansingen moet en dan in de finale door diezelfde jury ineens wint. Dat is op zijn minst speciaal. De groep Megara wordt omschreven als fuchsia rock of fuchsia metal. Wat is het fuchsia element? Zachte. Kleur? Ja. En dat is de enige link dat ik ermee kan hebben. Alles is roos. Alles is roos. Maar is het zacht? Zien. Is het zacht dus? Zacht? Nee, het is fuchsia, je zegt fuchsia rock, maar is dat dan zachte rock of zachte metal? Ik heb het omschreven als een soort manga-intro. Ah, tof. Ja. Anime-intro. Anime-intro, ja. Anime-intro. Of zoiets dat je zo... Als je zo rockband of Guitar Hero of zo Singstar, zo die eerste gratis nummertjes. Zo één. Zoiets. Zo... Oké. Ja, zo'n beetje zo... Zo wat Green Day-achtige... dat soort. Shizzle is het. Bookmakers zetten dat laatst. Mijn kinderen gaan dat beste nummer vinden dat er is. Het is heel, heel dat optreden is roos. Ja, dat is roos. Allemaal roos. Dus ik denk dat nummer niet zo goed uitmaakt. Wil dat clipje eens niet zien dan? Is een videoclip en er is een live optreden. Ik raad u aan om naar het live optreden te zien. Gewoon omdat dat waarschijnlijk gaat zijn waar dat is tijdens de dingen. Dus daar raad ik u wel aan. Klein quizvraagje. Wat was het beste resultaat van San Marino tot nu toe? Tweede. In welk jaar? Nee. Het beste resultaat tot nu toe was 19e. Ja, ik kwam met tweede ook als 14e. Ah, ja. Okay. 19e in 2019. Zeg, San Marino. Dus niet zo goed. Doe ik nog niet heel lang mee. Oké. Okay. Maar niet zo... Je bent een heel rare jury. Ja. Ik denk dat die dat zo doen omdat die jury dan een soort jaarjob kan hebben. Ah ja, over de 100 artiesten evalueren. Ja. Ook nog niet goed zijn in hun job. Want ze... San Marino heeft geld genoeg, lijkt mij. Dat is een stadstad. Ze gooit iets heel rijk zijn, of niet? Ja, dat kan. Voilà. Ja, oké. Okay. Niet rijk aan muziek. Niet rijk aan muziek, hè? Nee, dat niet. Nou, er woont misschien wel 2000 man of zo. Geen idee eigenlijk. Nee, er woonden meer. Hoeveel volk woont er? We hebben dat vorig jaar gezegd. Ja? Ja. Maar ik weet het niet meer. Maar geen 2000 man. Meer. Ik ben niet meer. Type. Hoeveel volk woont er in... Zullen je echt volk aan het schrijven? Volk, ja. 33.500. Ja, dat klinkt al wat beter. Ja, dat is Lier, eigenlijk. Ja? Hoeveel inwoners wonen er in Lier? 37. Kleiner als Lier. Voilà. Oké, okay. Nice. Nochtans, Lier kan wel de kreuner sturen, hè. Oké. The song itself is inspired by the band's experience, telling its detractors in a fuck-off message. Voilà. Het is een fuck-off. Oké, okay. We vinden het oké. Ik vind het oké. Dus ik zou zeggen, luister er eens naar. Ik zeg het, een soort anime-intro. Je ziet ook halverwege een soort Baba Yaga. Ken je Baba Yaga nog? Ja. Een soort Baba Yaga vrouwen. Komen er zo wat halverwege in. Ik vind het niet zo slecht, maar ik vind het niks voor Eurovision. Maar ik vind het zeker niet zo slecht. Oké. Okay. Ondertussen pakt u een bananenchipsje. Dus dat linken we aan San Marino. Dus de kans is klein dat dat terugkomt, bananenchips. Ja. Maar bananenchips, ik heb daar een... Ik vind dat echt... Dit is nu niet goed, hè. Alleen niet speciaal, deze chips. Hè. Maar vroeger, toen ik in het middelbaar zat, in het STK in Sint-Katelijne-Waver, dan hadden daar een wereldwinkel in die school. Die dat op zondag... Nee, op zondag niet. Op vrijdag namiddag... Een uur kunnen open deed, en dan konden daar dingen gaan kopen. Waaronder bananenchips. Dat was echt de beste chips dat ik al ooit gegeten heb. Hè. Er is zo'n karamellaagje rond, zoals bij die nutjes. Ja. Je hebt zo ooit eens van die nutjes gegeven? Ja. Dat vond ik heel... Ja, maar dit is toch... Maar ik vind vooral zo de suikerlaag er rond het lekkerste. De bananen op zich hebben eigenlijk geen smaak. Nee. Toen wel, bij de wereldwinkel variant. Oké. Okay. Oei, die ziet er al speciaal uit wel. Roze, hè? Die reclame wordt alleen maar langer en langer, hè? Van YouTube tegenwoordig, jongen. En altijd diezelfde, die
We Buy Any Car. Oké. Okay. Geef naartoe. Dat is niet laatste plaats slecht. Nee, dat is nu niet laatste plaats slecht. Er is ook heel veel potentieel om een sexy lied te zijn, vind ik. Mm-hmm. Maar ik werd er niet echt hard van. Allee, ik zou die Baba Yaga mensen, mijn vrouwen zo, ineens doen die hun jasken net en zag dat vrouwen waren. En dan dacht van, oh, tof. En dan deden ze dat masker af, jongen. Dat is verschieten. Dat is echt moddig. Ook zij vind ik wel een sexy verschijning in haar stijl. Mm-hmm. Maar, ja. Die mensen van San Marino moeten toch denken, wat hebben ze nou weer gekozen, de mannen? En ook dat dit dan... Je kunt dit lied niet anders oppakken dan dat je het oppakt. Hè? Dus waarom heeft hij het dan herkansing gekregen? Dat snap ik niet goed. Dat gaat niet veel meer veranderen in de herkansing dan in de successen. Ik vind dat een rare keuze wel. Maar op zich, ja, het is wel... Het is catchy, een beetje. Het zou zo een tekenfilm van de kinderen kunnen zijn, dat op zo de intro ervan van vroeger, van Dragon Ball Z toestanden, had zo die vibe heeft. Ja, zo wat sommige elementen, maar... Ja. Ze jodelt ook even, een stukje vind ik zo. Hè, nee? Oké. Okay. Dan komt zo'n harp in. Precies. Oké. Okay. Dus het heeft wel heel veel toffe elementjes zo. Dat je wel zo verrassen. Ook veel lawaai. Ja. Dus, ja, ik weet eigenlijk niet wat je van je moet. Maar Portugal was toch slechter dan dit? Portugal was veel slechter dan dit, ja. Wow. En ik vind zelfs... Nou, vind ik Italië beter dan dit. Oei. Oké. Okay. Ja, Italië is beter dan dit. Jawel. Italië ja, dat weet ik niet. Ik vind dit het element van de act en zo vind ik wel tof. Ja, maar de act van Italië zal ook wel goed zijn. Ze doen die wat minder kleren aan. Dat was een top act. Van Italië doen ze... Ja, okay. Ja, deze niet, denk ik. Ja, die mogen ze ook wel minder kleren aan doen, vind ik. Maar kijk. Ja, wat vind mijn je van kinderen het lied, gaan die top vinden, hè. Ja, vinden. Die heeft zwarte lippen, hè. Ja, die gaan dit echt top vinden. Die heeft twee kleuren van haar, heel veel roos, alles is roos. Die mannen zijn roos, alles is, die gaan dat geweldig vinden. Ja. Ja, wat vind ik van deze lied? Stel dat dit zou winnen, zou echt een van de Eurovision liedjes worden dat echt het snelst vergeten worden, denk ik. Dat gevoel heb ik zo. Dat gaat snel vergeten zijn. Ze zijn er nog geweest, hè. Ja, ik weet het. Maar dit zou echt wel binnen die categorie vallen. Ik ga even de laatste winnaars van de laatste 20 jaar. Winnaars. Ja, enkel Loreen heb ik nog deze jaar zo vaak gehoord. Of misschien Meuneskin ook nog wel heel vaak. En die Oekraïense, denk ik. Maar dat hoorde toch niet meer? Kalush Orkest. Nee, de Wild Dances, kan dat? Ah, ja. Was dan die Oekraïne? Jawel, Oekraïne Wild Dances met Ruslana. Ja, dus dat was ook nog wel even in... Maar ja, als je even kijkt, gewoon... Hey, want we hebben nog even... vorig jaar Zweden, Loreen, dat ga je nog wel horen. Geen dingen. Maar Kalush Orchestra van Oekraïne, gewonnen door Sympathy Vote door de oorlog, dat hoorde nergens niet meer. Maneskin, ja, Italië. Maneskin, ja. Maar wij horen nog Duncan Lawrence... Ja. Met Arcade, omdat dat Nederlands is, wij horen dat nog. Maar ja, Israël wordt nu momenteel niet zo heel veel op de radio gespeeld. Maar ook dat nummer van Netta, I'm Not Your Toy, met die kip, dat wordt niet meer gespeeld. Nee. Salvador Sobral van Portugal wordt niet meer gespeeld. Dan is er zelfs één gewonnen. Is Oekraïne nog eens gewonnen met Jamala? En dat zegt me echt niks. Sorry, vorig jaar ook al. Zweden is gewonnen met de Mans Zimmerlo, met Heroes. Dat was een heel goed nummer. En dat hebben we nog wel een tijdje op de radio gehoord, maar dat is nu ook gewoon verdwenen. Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Ja, op een of andere Q-music, foute muziek misschien.
Maar al de rest, Denemarken, Emily de Forêt, dan Euphoria. Maar Azerbeidzjan, Servië, een keer Rusland, een keer... Oké, okay, Duitsland, Lena. Mm. Maar dat zijn ook, heel veel nummers dat je niet meer terug hoort. Dus zeker en vast niet overroepen. Niet overroepen wat dat een winst kan doen, maar ook niet onderschatten wat een deelname kan doen. Want Snap van Armenië van 2 jaar geleden is nog altijd op de radio. Hè? Nog altijd. Nu, dat is al 2 jaar oud. Hè, dat nummer. Maar ik vind, dat is mijn gevoel, het is een nummer dat iedereen vlug gaat vergeten. Misschien zelfs die avond zelf. Oh, is dat geweest of wat? Ja, oké. Okay. Ik vond het niet zo speciaal. Oké, okay, niet zo speciaal. Oké. Okay. Maar ja, wat is dan wel speciaal, hè? Dat van Portugal was ook niet speciaal, hè? Speciaal. Dat was gewoon slecht. Speciaal slecht, ja. Dat gaan mensen onthouden dat slecht is. Deze is de middelmaat, vind ik. Oké. Okay. San Marino is de middelmaat. Oké. Okay. Nu zou dat de beste plek ooit worden voor San Marino. 19 dus. Ja. Maar het moet al uit een halve finale geraken, hè? Ja. Welke halve finale zit het? Ja. In welke halve finale zit het? Ik dacht al wel dat je het maar begrepen had, hè? Dat dacht ik al wel, hè? San Marino. Tweede, samen met ons. Oh, kijk, er is nog hoop. Ja, zo'n weinig kans als het halen dan. Want Nederland zat er ook in, Ja. Samen met Misty en Joost Klein. Ja, kijk. Ja, voilà. Kijk. Top 5. Uw top 5. Doe eens, moet jij overlopen welke dat we al gezien hebben? Want ik kan dat hier tonen op mijn scherm. Hè? Misschien dat zou Ja, dat ik nog veel weten. Wat ik gevoelsmatig me nog kan herinneren is Joost Klein natuurlijk, met Europapa. Dat, dat staat bij mij redelijk hoog. Ja. Finland met... Windows 59. Ja, No Rules. No Rules, ja. Dat is ook op top 5 bij mij. Dan is Moesti ook top 5. Ik vind ook wel echt een topnummer. Ja, sorry, Jan. Nee, dat is een topnummer. Ja, mag. Dan vind ik eigenlijk... Ik kan het erbij zetten. Alhoewel dat ik niet denk dat het echt een grote kans heeft om winnen, maar ik vind het ondertussen gewoon een heel goed lied. Denemarken met Sand. Ja. Sand. Zand. Heel goed. En dan over nummer 5. Denk ik eerder zo die mannen in een kostuum. Finland? Estland? Ja, die denk ik. Die daar zo aan vechten op het podium. Zo. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Zeg nou eens met welk nummer dat is. Ja, fuck off. Je hebt dat fucking lijst voor u staan. Ja, jongen, dat kun je toch niet uitspreken, zoiets. Wat een vraag. Oké, is goed. Hier gaan we. Nendest narcoticumedist etai mekul midagi. Voilà. Ik denk dat jij nu heel veel mensen hebt beledigd in Estland. Ja, dus dat zou misschien voorlopig maar een top 5 zijn. Ik kan ietsjes traditioneler. Ik ga iets meer bookmakers volgen. Ah, is dat zo'n... Smerig. Ja. Nederland. Kroatië. Ja. Finland. Denemarken. Ja, en Estland moet er sowieso bij, hè. En wie pak ik dan niet? Ik moet zien wat ik doe. Hè? België pakt hij niet, hè? Verrader. Nee, ik pak België niet. Nee, dat zit er inderdaad bij mij niet bij. Dat is ook het nummer dat ik skip als dat op mijn playlist komt. Hallo, joh. Ja, ik denk dat moet zijn. Van de 3 dat we vandaag opgenomen zijn, vind ik er geen goed. De 3 van de vorige opname, Nederland, Estland, Kroatië, vond ik alle 3 goed. Zitten er alle 3 in. Mm-hmm. Denemarken met Sand zit erbij. En dan Finland. Ja, dat zijn degenen die dat ik dan neem. Oké. Hoeveel landen hebben we nu al gezien? Dit was 16. Dus we zitten bijna in de helft. Bijna in de helft, ja. Bijna. Hoeveel landen zijn er? 32? Zoiets, ja. 34, 32? Ja, ik zal eens kijken. Daar heb ik al openstaan ergens. 37. Ah, gosh. Dus als 18 is ongeveer de helft. 18,5 is de helft. Ja. Dus de volgende opnamereeks, die dat we redelijk snel moeten inplannen, dan... Dus ik moet tegen een hoog tempo gewoon beginnen monteren. Allee. Je tijd straks, hè. Ja, met een avond. Met een gameavond zal er allemaal moeten geloven. Voilà, kijk. Goed. Oké, over naar de kinderen. Sal, Lucas. Doei. Het volgende liedje is van? San Marino. En wie zingt het? Dit kan jij lezen. Wie zingt het? Megara. Megara. Oh nee, een gevangen mens. Is iemand gevangen? Dat is niet echt zo.
Uw skelet. Die zijn kaal. Ik zie skeletten. Dat meisje mooi. Meisje mooi. Toch een niet zo. Jij vond het eigenlijk niet zo goed. Oké. Verrassend. Dat leek eens van Halloween. Ja? Omdat die verkleed waren. Ja. Ik dacht... Met die skeletten. Ik dacht, dat is allemaal roos. Dit gaan ze keigoed vinden. Maar nee, jullie vinden het niet zo goed. Nee. Oké. Dat is een goed antwoord. Dan wil toch zeggen dat jullie dan het liedje geluisterd hebben en niet enkel gekeken hebben naar de kleurtjes. Goed gedaan. Oké, dankjewel. Doei.